Van ervaring naar vernieuwing is de algemene slogan van het 's Lands Hospitaal. En in dat kader heeft Suze Holband, verplegend directeur van 's Lands Hospitaal, vorig jaar de mogelijkheid gecreëerd cliënten in een badwater te laten bevallen. In een interview met onze nieuwsdienst zegt Holband het wiel niet opnieuw te hebben uitgevonden, omdat ze tijdens een cursus op Trinidad en Tobago dit zelf heeft ervaren. Verder zegt ze dat deze vorm van bevalling te maken heeft met innovatie. We zoeken naar manieren om de cliënt zo aangenaam mogelijk te maken, benadrukt Holband. De vrouw komt volgens haar helemaal tot rust wanneer ze in het badwater haar kindje ter wereld brengt. Dit baseert zij op ervaringen van reeds verrichte badbevallingen op de verloskundige afdeling van het hospitaal. Tot nu toe wat we gemerkt hebben is dat iedereen die erin is geweest alleen maar lof over heeft. Omdat ook de partner in dat badje samen kan zitten om zo zijn vrouw te ondersteunen. De dames halen zelf hun baby's heel langzaam naar boven. Dus dat betekent dat je ook wel in een goede gezondheidssituatie moet zijn om in dat badje te kunnen zitten. Als je dus niet in een redelijke gezondheidssituatie bent, kunnen we dat niet doen, want er vraagt nog ook iets meer. De verloskundige zit daar buiten en die begeleidt het mondeling, maar het is de zwangere, eigenlijk de baren, die eigenlijk al het werk doet. Holband zei verder dat naar gelang de investeringen terugverdiend worden, de andere 5 verloskundige kamers ook voorzien kunnen worden van een bad. Amim Daparu, verloskundige, legt uit hoe een bad wordt voorbereid voor een waterbevalling. De vrouw en partner moeten erin kunnen. Daparu zegt dat een cliënt problemen had om te bevallen. Hij vroeg toen aan haar of ze in het bad wilde bevallen. Ik wil wel, maar wat zijn de voor- en wat zijn de nadelen? Ik heb er toen uitgelegd wat de voordelen zijn. Ze is akkoord gegaan. En dat was op 15 april 2018. Daar heb ik die mevrouw in het bad gezet. En zo is het begonnen. Dus vorig jaar 2018, 15 april, zijn we begonnen met het doen van waterbevallingen. Het is pas begonnen. Het is nieuw voor onze Surinaamse vrouw, voor de Surinaamse samenleving. Maar we mogen niet ontevreden zijn. Vanaf vorig jaar tot nu toe hebben we al 66 waterbevallingen gedaan. Dus het is toch een mooie cijfer vanaf vorig jaar naar nu. En ik denk dat het nog verder zal oplopen, want mensen krijgen nog meer informatie, het wordt bekender in de samenleving. Dus we kijken er naar uit dat we nog meer vrouwen krijgen in het bad. Alus Amim Daparu, verloskundige van het 's Lands Hospitaal. En volgens hem is het ziekenhuis sinds 2018 begonnen met badbevallingen. Hij gelooft er sterk in dat de bekendheid en bewustwording van dit fenomeen snel zal doordringen tot cliënten.